la 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 la. Zie, ginds komt een toektoek uit Thailand weer aan. Die slimme Jan Hartog, die kocht hem spontaan. Zo heeft Ootje Eppie veel Thaise cultuur. Het mooie Eemdijk daar in Hollands natuur. Jan, was je tevreden met de eerste rit? Ja, dat viel niks tegen. Hè? Ja? Een paar opstoppingen en voor de rest ging het wel. Je moet even wennen aan schakelen. Dus, ja, ja, maar dat heb je nou door. Ja. Ja, want als je met een bruikspui zit, dan moet je wel goed schakelen natuurlijk. Ja, hè? Ja, anders krijg je grommel achter de, ja. de cabine. Ja. Inderdaad, ja. Hij heeft geen kenteken, zeg ik. Jawel. Oh, oh, heb ik niet. Achterop zit een kenteken. Oh, dan moet ik even, oh, moet ik even kijken. Oké, ja. Oké. Okay, okay. Maar jij bent nou onder de knie, hè? Ja, dat gaat niet beter, joh. Was dat de eerste keer over het pontje? Ja. Ook spannend, want je rijdt zo de plomp in als je het goed doet. Inderdaad, ja. Je weet me nooit, hè. Nou, je had nog een passagier ook, ja. Zeg ik. Die gooi ik eruit als anker. Ja, ja, die kan zwemmen. Ja. Vond je dat hij het goed deed? Ja, fantastisch. Ging hartstikke goed. Ja, want je bent ook in Thailand al bekend. Ja, ben ik er wel eens geweest, ja. Dus je hebt wel eens in een toektoek gezeten? Dit is een grote. Dit is een grote? Dit is een grote toektoek. Oh, ja, maar je zat lekker breed uit ook, hè? Ja, je zit er redelijk echt in. Hé, maar Jan mag blijven dus met zijn toektoek. Jan mag blijven. Het is gewoon. Dijk heeft zijn pontje, zijn boeren, zijn vee. En Jan met zijn vrouw brachten Thailand samen mee. Veel mensen die krijgen nu Oosterse trek. In hun restaurant, ja, die gastvrije plek. Hey. Zachter uit. Zou je denken. Huh? Maar staat niet, brandt niet er wel.
was er niet goed. Jan. Jan. Ze achteruit, we zitten, de motor zat er schuin in, dus waarschijnlijk zit die versnelling net andersom. Oh. Dus dat zijn we niet gewend, hè, Nederland. Dat was het dus. Nu weten we het. Okay. Nou Jan, vertel eens, hoe is dat allemaal zo gekomen? Nou, door de gang naar Thailand, hè. We zagen altijd in Thailand zo'n toek-toek lijken en rijden de dag. Dat is in Nederland soms ook wel leuk om te doen. Ja. Van wie is het idee? Ja, van mij en mijn vrouw. Ja. Heb jij het verzonnen? En wat gaan jullie er nou mee doen? Nou, we willen zeg maar, als er mensen een feestje hebben, ze ophalen thuis of wegbrengen. Of dat er een keer iemand trouwt hier, dat kunnen ze er gebruik van maken. Mag je nou ook op de provinciale wegen en zo? Ja, want het is gewoon een auto, hè. Dus valt gewoon onder een auto, een categorie auto. Ja, ja. Maar het is wel een driewieler. Ja, van vroeger, een driewieler. Hadden we in Nederland ook. Zo staat hij op kenteken ook. Rijdt het nou veilig dan, zo'n driewieler? Ja, maar het is veilig. Het is net zo veilig als een motor, zeg ik altijd. De motor is ook niet echt veilig. Ja. Dat is een tweewieler, hè? Ja, dat is een tweewieler, val je nog sneller om. Die driewieler weer een beetje moeilijk om te rijden. Dan gaat je aan het pad, maak je dan geen zorgen? Maak je zorgen als ik weg ga met de toektoek? Ja, is goed, hè? Oh, is goed, ja. Je vindt het goed? Ja. En heb je zelf al eens in de toektoek gereden van deze, van jullie zelf nu? Ja, zo kan ik dat zeggen. Dat kan, hè? Alleen ze hebben de rijbewijs nog niet. Ik kan dat niet, maar dan wel. Ja. Maar, je gaat het wel leren? Ja, in Thailand kan wel, maar in Nederland maakt het niet. Ja, je moet je rijbewijs halen. Ja, je hebt het rijbewijs halen, maar dat is moeilijk, hè? Niet nu. Hey Jan, nou is het zo, dan heeft Spakenburg een fietstaxi. Ja. En dan word jij wel een concurrent, hè? Ja, maar wij zitten op Eemdijk, toch? Dat is geen Spakenburg. De fietstaxi hier naartoe fietsen is een beetje te ver, denk ik. Alleen ja. Zonder zaterdag hebben ze hier gezien. Maar. Jij bent te snel, hè? Maar ja. Ja, maar jij beweegt je benen niet. Nee, dat is zo. Het is allebei hetzelfde land, hè? Ja. Maar even nog, we hebben net een stukje gereden. De stabiliteit. Ja. Want jij dat stuurt toch anders dan jouw auto, jouw eigen automobiel, hè? Ja, dat is een beetje vreemd, hè? Dat is een beetje, het is één stuurtje in het midden, hè? Een wieltje. Ja, precies. Ja, dat is een beetje anders dan normaal. Ja. Hebben er al mensen geboekt? Ja, we hebben toevallig één die trouwt hier bij Oetjepje en die wou hem gebruiken voor de bruiloft, ja. Oh ja, daar komt bruidspaar dan in. Ja. En de rest volgen auto's, dat zijn geen toektoeks? Nee. Nee, maar ze gaan ook niet zo ver hier vandaan, dus ze hebben het feest hier verderop. Ja. Hey, en het is zomers en 's winters, hè? In principe is 's winters ook, maar ja, kijk. En dan gaan de gordijntjes dicht. De gordijntjes gaan dicht, ja. Ja, de winter een beetje koud. Wat zeg je? De winter een beetje koud. Ja, dat is waar, ja. Maar als de gordijntjes dicht zijn, dan is het wel romantisch. Ja, kan ook. Hey, toch? Ja, wij hebben ook DAF. De winter kan ook DAF. Ja, toch? Ja. Auto DAF kan je gebruiken. Nou zeg, Jan moet je horen, we gaan zien wat het allemaal gaat worden. Ja. En we hopen dat het een succes voor je wordt. Ja, we doen ons best. Het is weer een extra aanwinst, hè? Je hebt hier de Thaise massage en nou de toektoek. Ja, en thuis eten. Dus. En jouw Thaise lekkere loempiaatjes enzovoort. Ja. Het wordt steeds meer Thailand hier in Eemdijk. Dus wil je wat vieren, dan staat Jan paraat. Ludieke verwenning is waar hij voor staat. Met Hollandse kokens of thuis receptuur. En ook nog die toektoek met hemzelf achter stuur.